Hallo jongens en meisjes van Tolkien Escape Room. Welkom terug bij deze gloednieuwe video, jongens. Druk allemaal op een duimpje omhoog. Ik hou mijn tranen in. Ik heb heel veel dingen te zeggen, ja. Maar voordat we beginnen, je weet toch. Deze video is gesponsord door Dance Emojis en die ging helemaal stuk toen ik het zag. Je kan namelijk stickers sturen naar je vrienden, maar je kan daarmee eigenlijk best wel wat mensen trollen. Maar dan komen die stickers letterlijk over je berichten heen en denk diegene echt van, wat gebeurt er nou? Het linkje is in de beschrijving, download het meteen en ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar wat jij ermee gaat doen. Dus als je het hebt gedownload en geprobeerd, troll even je vrienden en stuur screenshots naar mijn Instagram DM, Tolganarino. Dan ga ik misschien even wat in mijn stories plaatsen. Ik vond het namelijk best wel grappig. Ik zie namelijk echt heel veel van die grappige dingen zoals Killer Clown. En oh my god, echt van die mensen die gewoon de gekke dansjes doen. Fortnite dansjes as well, jongen. Gewoon de dabs en zo. Jongens, dit is geweldig, man. Ik zou als jullie was gewoon meteen downloaden. En het is maar best wel goedkoop. Het is maar een euro. Ik bedoel, iedereen heeft al een euro, denk ik. Dus ja, man. Check het in de beschrijving, jongens. Echt heel veel leuke animated dances. Ik heb ook gewoon meteen een hunting rifle. Mensen. Ik heb wel ballonnen. Ik bedoel, ik kan zo meteen gaan vliegen. Ik weet niet hoe dat werkt, maar... En een vanbal. Ik heb insane loot, jongens. Ik heb denk ik gewoon echt insane loot. Oké, misschien nog even een shotgun of zo. Gun me even een shotgun. Ja, even een goed beginnetje maken. Niet geknald worden meteen. Zo. Ik hoor nog een kistje ergens, maar ik weet eigenlijk niet helemaal precies waar. Ik denk hier zo. Ik heb volgens mij het middenste laag niet eens geloot. Besef dat. Ik ga gewoon meteen naar hier zo. Ah, jongens. Ik werd gisteren gebombardeerd. Ik werd gisteren best wel hard gebombardeerd. Ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar het deed me een beetje pijn. Eigenlijk niet. Maar ik werd wel gebombardeerd gisteren. En ik dacht, ik maak er even een video over. Ik hoor gewoon iemand hier letterlijk. Of ligt het aan mij? Hey, hey, give me that shit. Give me that shit. Oh, wow, ik hoor... Is dat een jetpack geluid? Bro, het leek wel alsof iemand... Dat is het geluidje van, je weet toch, jetpack. Zo... Oh, laten we gewoon naar buiten gaan. Maar nee, ik werd gisteren gebombardeerd. Ik kreeg een beetje kritiek van heel veel YouTubers. En het was allemaal in één keer. Dus ik dacht, wat gebeurt er? Ik zie daar een persoontje die ik nu heb gehit. Dus ik schrok me een beetje dood. Hallo? Kan jij eens even hier naar tevoorschijn komen, meneer en mevrouw? Anders ga ik ballonnetjes poppen, hè? Hoe werkt dit nou, oké? Dat is zo raar. Dat is zo raar, dat ballonnetjes. Maar, ik werd gebombardeerd. En, ja, wat kan ik erover zeggen, jongens? God damn it. Het deed gewoon fucking veel pijn, de ene kant. En aan de andere kant denk ik, why? God, why? What did I do? Ik hoor iemand naar mij toe komen. Hij is op het dakje, jongens. What the fuck? Iemand is nog dichterbij hier. Ik ben zo confused. Nee, ik ga dat niet eens bekijken. Er was maar één iets dat ik wou, jongens. Ik zweer het. Meer wou ik niet. Ik wou met Royalistic en Vitorben wou ik Fortnite'en. En ik ben... Niet met z'n wezen Fortnite in ieder geval. Oké, jongens. Het is me niet gelukt. Oh, ook nog eens een blauwe pump hier. Hé, man. Ik neem wel gewoon deze. En ik zei van 1v1, ik pak jullie playground. En dat ging niet zo lekker, jongens. Ik heb geen reactie. Nog steeds geen reactie. Volgens mij mogen ze me totaal niet. Ik denk het niet. Na dit al mogen ze me al helemaal niet meer. En de kansen zijn verpest. En ik weet dat jullie het zo graag wouden. Want ik weet nog, jullie waren echt aan het spammen. Jullie waren fucking insane veel likes achter aan het laten. Jullie waren ze van, please... Laat deze shit gebeuren. En niks is gebeurd. En het doet me heel veel pijn. En het spijt me, jongens. Maar... Ja, meer is er voor mij niet te doen. Ik bedoel... Roy, Torben... Kom met mijn spelletjes spelen, man. Kom met mijn Fortnite spelen. Ik kreeg ook heel veel haatreacties. Tolga, je bent shit. Weet je... Ik ben niet zo'n hele goede Fortnite speler. Maar ik ben niet... Oké, ik ben eigenlijk best wel verschrikkelijk. Je weet wel, ik kan me dat niet goed uitpraten. Denk ik, ik ben best wel een verschrikkelijk speler. En ik gebeurt daar veel, jongen. Ik weet niet wat er allemaal gaande is, maar ik wil eigenlijk... Ik wil zeggen, ik wil zo'n fucking granaatshock ding nemen en er naartoe gaan, maar... Bro, dat is veel te dichtbij.
Oh, de. Oh, de. Hij is dood, bro. Hij is zo dood. Oké. Okay. Ik hoor nog iemand hier boven mij. Ik wil dit doen. Ik weet niet waarom, maar ik heb er echt zin in. Dat was niet zo chill. Ah! Dankjewel. Nee! Wacht, misschien is dit een idee. Oh, dat werkt dus niet. Ik dacht shit gaat kapot ofzo, what the fuck? Waar is hij naartoe gaan dan? Waarom ben ik opeens stilte touws aan het trekken? Waarom ben ik opeens stilte touws aan het trekken? Wat gebeurt er? Ik weet ook echt niet waar... Waar is die guy? Hello? Hallo? Dude, ik weet echt niet wat er gaande is, hè jongens. Maar ik weet ook zeg maar niet op zulke momenten aan welke kant van wat mensen staan. You feel me? Like, ik heb no clue. En ik ben een beetje bang aan het worden. Dus ik ga maar een beetje gek doen. Want ik weet vrijwel zeker... Weet je wat? Hier is die fucker. Waar is hij naartoe gegaan? Waar? Hold dit. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Dan zeker wel ooit. Vandaag was even huilen.